Anthony, we spelen vandaag 1-1 in Westerlo. Het zag er heel lang heel mooi uit, maar op het einde hadden we het toch behoorlijk moeilijk. Ja, op het einde kwam een beetje een moeilijkheid omdat we in het middenveld waren overlopen. We konden geen bal meer in de ploeg houden en daardoor kwam ik serieus in het probleem. Dan gooit Frederik nog Bram erin en spelen we met 5 achteraan en vinden we niet echt de oplossing. En ja, krijgen we steeds de druk en ja, komen ze terug op 1-1. Het is dus een heel moeilijke partij geweest op de tweede helft, maar de eerste helft was een positieve helft. Dus we moeten gewoon voorbouwen op de eerste helft en zo voort. Je bent het seizoen begonnen op rechtsachter, daar leek je een beetje voorbestemd voor. Ondertussen sta je al een hele poos centraal achterin en je lijkt je daar wel goed in je vel te voelen. Ja, ik heb altijd centraal achterin gespeeld, bij Oostende ook altijd. Dus ik ben naar hier gekomen eigenlijk ook naar Sterk ook om centraal te spelen. Vorig jaar heb ik dan op die rechterbakpositie gespeeld, dan dit jaar terug. Als ik op plein sta, ben ik al blij dat ik mag spelen en nu speel ik centraal. Dat is normaal op mijn beste positie en ik denk wel dat het eruit komt ook nu voor het moment. Ik heb vorige week ook een doelpuntje meegenomen en dat is altijd plezant als centraal verdediger als je doelpuntje kunt meenemen. En van de week was het een moeilijke partij, dus we moeten gewoon positief blijven en gewoon presteren. Je speelt al een dikke 2 jaar bij Cirkel ondertussen. Maar wellicht toen je tekende bij Cirkel had je nooit gedacht dat je op een gegeven moment na een wedstrijd of 7-8 gewoon op de 5e positie ging staan. Ik denk dat voor ieder speler die bij Cirkel zit nu voor het moment echt leuk is om op de 5e positie te staan. Als je vandaag 3 punten kunt nemen, kom je op de 2e positie. Dus dat is voetbal en het is altijd leuk als je in de linkerkolom kan voetballen. En hopelijk kunnen we zo blijven voorspelen. Ja. We maken een heel leuk seizoen door. Wat is een beetje de verklaring van het huidige succes van dit Cirkel? Ik denk dat het gewoon veel bij de trainer ligt. Gewoon, hij is enthousiast. Altijd positieve coaching. Als je negatief ingesteld bent of zo, altijd bij je uit. En ik probeer op training ook altijd te corrigeren. En zo gewoon goed werken en blijven voortgaan. En altijd de juiste correcties opgeven. En zo komen we er. Volgende week staat Sint-Truiden op het programma. Ze hebben vandaag hun eerste punt gehaald thuis tegen Standaard. Wat mogen we in die wedstrijd verwachten van Cirkel? Ik denk gewoon dat we volgende week ons spel moeten spelen en proberen een verdedigende linie te doorbreken en met fris voetbal te komen. Iets beter dan vandaag, als je de tweede helft ziet. Dat is veel beter dan de tweede helft vandaag. Dus gewoon proberen ons voetbal te spelen en de kans komen. Okay. Anthony Portier, bedankt. Alsjeblieft.